Ja, daar zit ik dan. In mijn cottage hier in San Francisco. Schil van de jetlag. Ik ben al de hele dag onderweg. Maar ook vol energie, want ik heb een doorbraak gehad vorige week. En dat is het onderwerp van vlog 35. Aan alle nieuwe abonnees, jullie zijn al met meer dan 500. Als je mij voor het eerst nu weer ziet, mijn naam is Gerrit Heikoop. En ik leg in deze vlog mijn reis, mijn avonturen in de wereld van triathlon in Nederland en mijn reis naar de Marathon van Rotterdam vast. Ik wil het in deze vlog met je hebben over doelen stellen, persoonlijk leiderschap en het schip keren voordat het te laat is. Ja, want wie al een tijdje meekijkt, zag mij in september deze doelen stellen. Tweede doel daarna wordt uiteraard weer de Marathon van Rotterdam. Tweede editie, ik kijk er erg naar uit. Maar, heb ik nu bedacht, normaal gesproken zit de Marathon van Rotterdam en de Amsterdam Gold Race 1 week achter elkaar. Komend jaar, in 2019, zit daar voor het eerst 2 weken tussen. Dus ik heb bedacht, ik wil in april zowel de Rotterdam Marathon als de Amsterdam Gold Race gaan rijden. Dan kan ik eens kijken hoe ik dat overleef. En wie weet brengen we die twee dingen ooit samen op één dag. Dus zodra het mogelijk was, schreef ik mezelf in voor de Rotterdam Marathon. En ook voor de Amsterdam Gold Race 2 weken later. En toen, trainen maar. Maar ergens eind november, begin december kwam er een kink in de kabel. Zoals jullie misschien al meegekregen hebben, zit ik bij de Utrechtse Heuvelrug Triathlon. En wij doen ook competitie in teamverband. Als je trouwens benieuwd bent hoe dat is, moet je even deze vlog bekijken over de finale van de teamcompetities in 2018. Ik had gedacht dat ik een mooie plek kon innemen in het vierde divisieteam. Maar aangezien wij vorig jaar superpromotie hebben gemaakt, hebben wij ook een team in de tweede divisie. En tot mijn eigen verbazing eind november werd ik ingedeeld in het tweede divisieteam. Nou, je begrijpt, enorm ego-strelend. Ik denk, oh, wat een eer. Dus ik dacht, nou, gaan we daar keihard voor trainen. Er zat wel een consequentie aan. Hoofdcoach zei, luister eens, kappen met die marathons, want daar word je alleen maar langzaam van. Als jij snel wil zijn in de tweede divisie op de kortere afstanden triathlon, moet je nu gaan richten op kort, snel, intensief werk. Oké, was even slikken, maar ik dacht, weet je wat, dan schrijf ik mijn inschrijving voor Rotterdam gewoon om naar de kwartmarathon. En maak ik daar een nieuwe doelstelling van, ik wil gewoon mijn PR op de 10 lopen, 7 april 2019. Zo gezegd, zo gedaan, vol gas aan de trainer geslagen. Totdat een paar weken later een goede vriend van mij zei, joh, leuk man, tweede divisie, maar wat voor tijden doen die gasten eigenlijk? Ja. Goed punt. Dus ik eens even inloggen op de uitslagen van vorig jaar. Even kijken, wat denk je? Ik moet minimaal een kwartier van mijn tijd op de Olympische afstand afhalen om überhaupt 1 na laatste te kunnen worden. Nou, was even slikken, maar ik dacht, nou, dat is een mooi doel. Lekker ambitieus. Vorig jaar had ik die Rotterdam Marathon als eerste marathon. Dat was ook een absurd doel. Gaan met die winnaar. Eind december gaan trainen. Januari heel hard gaan trainen. Sneller zwemmen, sneller fietsen, sneller lopen. Alles moest sneller om dat kwartier te vinden. Ik zou niet weten waar dat kwartier zomaar op de straat ligt. En na een aantal weken merkte ik al snel dat dat een beetje te veel van het goede was. Ik heb een tijdje geprobeerd, maar er zat me iets dwars. Een van de redenen waarschijnlijk waarom ik dit vlogblog had. Dank trouwens voor alle leuke mensen die bij me aangeschreven om te vragen waar de vlogjes bleven. Ja, sorry, het vlogblog kwam onder andere waarschijnlijk omdat het volgende vlog wat gemaakt moest worden, deze, moest gaan over wat ik dit jaar ging doen. Moest dus gaan over mijn plannen voor de tweede divisie. En moest ik gaan bekennen dat ik niet de hele Rotterdam Marathon zou gaan doen. En iets in mij vermoedde al dat dat niet klopte. Nou, dat is beetje achteraf recht kletsen. Maar in ieder geval, ik kreeg het niet voor elkaar om meer te gaan vloggen. Dus ik heb 2 weken geleden de hoofdcoach geappt en gezegd, joh, sorry, maar ik hoor daar niet thuis. Ik hoor niet in de tweede divisie. Dat gat is te groot. Ik kan dat niet bijtrainen. Stop daar alsjeblieft iemand neer die wel dat niveau heeft. En die mensen hebben we binnen onze club. Dus ik voel me ook nog een soort van bezwaard om dat stoeltje bezet te houden. En toen, ergens vorige week, begon het te kriebelen. Net nadat ik dit inzicht had van shit, nu heb ik helemaal niks. Dan heb ik en geen teamcompetities, en geen marathons, en geen helder doel. Alles voor niks geweest. Ik dacht opeens, wacht even. Het is natuurlijk gewoon niet te laat. Ik kan inloggen, kijken of ik mijn inschrijving van de hele naar de kwart weer terug kon draaien naar de hele. En klik, dat kostte geen enkele moeite. Dat kon gewoon, ik hoefde niks anders doen. Hop, hier is uw nieuwe bevestiging. U gaat de hele doen. Nou,
En je wil niet weten, jongen. Enerzijds zit ik nu opeens minder dan 30 dagen voor mijn hele marathon. Anderzijds, er ging echt een sloot energie op. Ik ben er weer helemaal bij. Ik heb er heel veel zin in. Ik heb zin om te trainen. Ik heb zin om te gaan. En ik heb zin om weer vlogjes te maken. Om deze laatste 4 weken van deze reis in ieder geval met jou te delen. Ik ben natuurlijk ook even de data ingedoken. En de data laten zien dat ik qua fitheid minstens net zo fit ben als vorig jaar rond deze tijd. Maar ik heb natuurlijk wel veel, veel, veel minder loopvolume, veel minder loopkilometers gemaakt in de afgelopen maanden. Maar goed, ik heb nog 4 weken. Het zwaarste stuk van het sportrustenprogramma zit in deze 4 weken. Alle 5 de 14 kilometers die in dat schema lopen, die komen nog. Dus die ga ik allemaal doen. De laatste 10 dagen goed rusten. En dan maar gewoon proberen. Zien wat schip strandt. Het maakt me ook niet zoveel uit. Ik heb gewoon ontzettend veel zin om aan de start te staan in Rotterdam. Dus, dit is het verhaal. Dit is het verhaal achter de post. Oh my god, ik ga toch de hele lopen. Sommigen reageerden al terecht. Ik wist niet eens dat ik het niet ging doen. Hier ben ik weer. Tot zover vlog 35. Leuk dat je weer mee hebt gekeken. En ik heb nu alweer zin om de volgende vlog te maken. Volgende week hier live vanuit Californië, waar ik lekker ga doortrainen. Tot volgende week.